Goedendag, je kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Engeland zagen we een brede zone met witte bewolking, dat is een front en dat trekt later vandaag over ons land. Vanochtend hebben we al te maken met veel wolkenvelden waaruit soms wat motregen valt, maar droge weer overheerst nog. Temperaturen liggen vanochtend al tussen de 4 en de 6 graden en vanmiddag als het regenfront passeert wordt het 6 tot 8 graden. Vanuit het westen gaat het dan in de loop van de middag harder regenen na een korte periode met droog weer. De wind neemt toe aan zee naar windkracht 8 dat is stormachtig en er zijn zware windstoten mogelijk tot 90 km/u. Vanavond trekken de regengebieden dan weer weg. Laat het op en kan er een enkel buitje vallen. In de nacht kan die bui al winters worden, kan het lokaal al glad worden. En morgen overdag hebben we dan de hele dag te maken met winterse buien. Dat betekent regen, natte sneeuw, sneeuw, hagel, misschien ook een klap onweer. Voor 3 à 4 graden, dus langdurig wit wordt het niet, kan wel tijdelijk glad zijn. Vrijdag, vooral in het westen en zuidwesten nog regen en soms natte sneeuw. In het oosten is het vaker wit. Zaterdag en zondag ook een wintersweer. Temperaturen smiddag steeds 3 graden, s'nachts lichte vorst en kans op winterse buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl